Deze presentatie gaat dieper in op de humanistische persoonlijkheidstheorie die is ontwikkeld door Carl Rogers. Rogers' persoonlijkheidstheorie kwam voort uit zijn werk als klinisch psycholoog en heeft zich ontwikkeld als een zijtak van zijn theorie over cliëntgerichte therapie. Rogers' insteek bij het bestuderen van mensen is fenomenologisch en ideografisch. Zijn visie op menselijk gedrag is dat het volmaakt rationeel is. Daarnaast is hij van mening dat de menselijke aard in de kern positief is en dat hij of zij een betrouwbaar wezen is. Deze overtuigingen komen terug in zijn persoonlijkheidstheorie. Rogers beweert dat het menselijk wezen een onderliggende neiging tot actualisering heeft, met als doel zijn capaciteit te ontwikkelen op een manier die het wezen in stand houdt of versterkt en tot autonomie brengt. Deze neiging is sturend, constructief en aanwezig in alle levende wezens. De neiging tot actualisering kan worden onderdrukt, maar nooit worden vernietigd zonder het wezen te vernietigen. Het concept van deze neiging tot actualisering is de enige drijvende kracht in de theorie. Het omvat alle motivaties, reducties van spanningen, behoeftes of drijfveren en behoefte aan creativiteit en genot. Alleen het wezen in zijn geheel heeft deze neiging. Afzonderlijke aspecten van het wezen, zoals het ik, hebben die niet. Ieder persoon heeft dus een fundamentele missie om zijn of haar potentieel te vervullen. Het ervaringsveld van het menselijke wezen omvat alle beschikbare ervaringen op een bepaald moment, bewuste en onbewuste. Tijdens de ontwikkeling gaat een deel van dit veld zich onderscheiden en ontstaat het ik van die persoon. In deze theorie staat het ik centraal. Het ontwikkelt zich door interactie met anderen en omvat een bewustwording van het zijn en het functioneren. Het ik-concept is de georganiseerde reeks karaktereigenschappen die door de persoon worden gezien als eigen. Dit is grotendeels gebaseerd op de sociale evaluaties die hij of zij heeft ervaren. Een specifieke psychische vorm van de neiging tot actualisering met betrekking tot het ik is de neiging tot zelfactualisering. Dit heeft betrekking op de actualisering van dat deel van de ervaring dat gesymboliseerd wordt in het ik. Het kan worden gezien als een stimulans om zichzelf te ervaren op een manier die consistent is met de bewuste visie op wie iemand is. Gerelateerd aan de ontwikkeling van het zelfbeeld en de zelfverwezenlijking zijn er secundaire behoeften, die waarschijnlijk in de kindertijd worden aangeleerd. De behoefte aan positieve aandacht van anderen en de behoefte aan positieve zelfwaardering, die een geïnternaliseerde versie is van de vorige. Deze leiden tot het bevorderen van gedrag dat in overeenstemming is met het zelfbeeld van de persoon. Gezonde mensen zijn personen die ervaringen kunnen assimileren in hun ik-structuur, wat ons brengt bij de term congruentie. De invloed van ons lichaamsbeeld wordt intrinsiek opgenomen in ons wezenlijke ik. Het wordt geïnitieerd door de neiging tot actualisering, volgt het wezenlijke waarderingsproces en behoefte en ontvangt positief beeld en zelfbeeld. Het beschrijft dat je succesvol zal worden als alles goed blijft gaan met je. Ons zelfbeeld heeft direct effect op hoe iemand zich voelt, denkt en handelt binnen zijn of haar wereld. Het ideale ik vertegenwoordigt ons streven om onze doelen en idealen te verwezenlijken. We ontwikkelen een ideaal ik omdat de maatschappij afwijkt van onze neiging tot zelfactualisering. We worden gedwongen te leven met voorwaarden voor waardering die niet op één lijn liggen met wezenlijke waardering. En ontvangen alleen een voorwaardelijk positief beeld en zelfbeeld. Het gearseerde deel stelt de congruentie
tussen het echte ik en het ideale ik voor. Bij een onvoorwaardelijk positief beeld is het ik-concept niet belast met voorwaarden voor waardering. Er is samenhang tussen het echte ik en ervaringen. En de persoon is in psychologisch opzicht gezond. Volgens Rogers zijn degenen die in staat zijn tot zelfactualisering volledig functionerende personen. Hoe dichter het zelfbeeld en het ideale ik van een persoon bij elkaar liggen, hoe congruenter, consistenter en hoe groter iemands gevoel voor eigenwaarde. Ongepaste gedragingen als gevolg van incongruentie die inconsistent zijn met de voorwaarden voor waardering, worden door het bewustzijn ofwel buitengesloten of volledig vervormd. Incongruentie in ervaringen duidt op een fundamentele inconsistentie in het ik. Hoe kunnen we incongruentie opheffen? Wanneer de cliënt onderkent dat hij of zij, dus niet de coach, verantwoordelijk is voor al zijn of haar handelingen, moet hij of zij alle problemen die tegenstrijdigheden veroorzaken tussen het echte ik en het ideale ik onderzoeken. De meest belovende manier is zelfonderzoek met behulp van de transitiecoach door middel van de niet-directieve coachingsmethode. In deze context houdt zelfonderzoek in dat iemand kijkt naar en vragen stelt over het waarom van zijn of haar eigen gedachten, gevoelens, gedrag en motivaties. Het is een zoektocht naar de bron van wie we zijn en naar de antwoorden op alle vragen die we over onszelf hebben. Uiteindelijk komt Rogers tot een beschrijving van een volledig functionerend psychisch gezond persoon. Meer in de vorm van een advies dan als een wetmatigheid, door gebruik te maken van 5 indicatoren. Openstaan voor ervaringen. Dit is het tegenovergestelde van een defensieve houding. Het is de accurate perceptie van iemands ervaringen in de wereld, inclusief zijn of haar eigen gevoelens. Het betekent ook dat iemand in staat is om de realiteit te accepteren, wederom inclusief de eigen gevoelens. Gevoelens zijn zo'n belangrijk onderdeel van dit openstaan, omdat ze wezenlijke waardering overbrengen. Als je niet open kunt staan voor je eigen gevoelens, kun je niet openstaan voor zelfactualisering. Het moeilijke daarvan is uiteraard het onderscheid maken tussen echte gevoelens en angsten die gevormd zijn door voorwaarden voor waardering. Existentieel leven. Dit is leven in het hier en nu. Als een van de voorwaarden om contact te maken met de realiteit, benadrukt Rogers dat we niet in het verleden of in de toekomst leven. Het ene is voorbij en het andere bestaat nog helemaal niet. Het heden is de enige realiteit die we hebben. Dat neemt niet weg dat we niet moeten herinneren en leren van ons verleden. Het betekent ook niet dat we niet mogen plannen of zelfs dagdromen over de toekomst. Het is wel belangrijk om deze aspecten te zien voor wat ze zijn. Herinneringen en dromen die we hier in het heden ervaren. Wezenlijk vertrouwen. We zouden onszelf moeten laten leiden door het wezenlijke waarderingsproces. We zouden onszelf moeten vertrouwen, doen wat goed en natuurlijk aanvoelt. Dit is een belangrijk knelpunt geworden in Rogers' theorie. Het is goed om te onthouden dat Rogers bedoelt dat men het echte ik moet vertrouwen en dat men alleen kan weten wat het echte ik te zeggen heeft als iemand openstaat voor ervaringen en een existentieel leven. Met andere woorden, wezenlijk vertrouwen gaat ervan uit dat je in contact staat met je neiging tot actualisering. Empirische vrijheid. Rogers was van mening dat de vrije wil kunnen uitoefenen irrelevant was. We voelen sterk alsof dit zo is. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we de vrijheid hebben om wat dan ook te doen. We leven in een deterministische wereld
Dus hoe hard ik mijn armen ook op en neer beweeg, ik zal nooit kunnen vliegen zoals Superman. Het betekent wel dat we ons vrij voelen wanneer we de keuze krijgen. Volgens Rogers erkent de volledig functionerende persoon dat gevoel van vrijheid en neemt hij of zij de verantwoordelijkheid voor zijn of haar keuzes. Creativiteit. Als je je vrij en verantwoordelijk voelt, zal iemand daarnaar handelen en deelnemen aan de wereld om zich heen. Een volledig functionerend persoon die in contact staat met zelfactualisering zal van nature een verplichting voelen om bij te dragen aan de actualisering van anderen en zelfs aan die van het leven zelf. Dit kan door creativiteit in de kunst of in de wetenschap, door maatschappelijke betrokkenheid en ouderliefde of gewoon door je werk zo goed mogelijk te doen.